Welkom bij weer een nieuwe oogststudio. En we beginnen met twee bladgewassen. Ik sta hier naast de snijsla. Zoals de naam zegt, die kun je gewoon net boven de grond afsnijden. En die blijft ook lekker doorgroeien. Dus het is dezelfde als die we in het voorjaar in de kas hebben gehad. En aan deze kant hebben we een nieuwe teelt. Dat is de zomerpostelijn. Sommigen van jullie zullen hem nog niet kennen. De zomerpostelijn, dat is een blad dat is iets vettiger en ook stevig qua structuur. Bevat veel vitamine C. En ze ook wel aanraden om niet te mengen met gewone sla. Dus dat je een mooie mix ervan maakt. En ze liggen ook mooi bij elkaar. En dan de meiraap, die is ook al eerder in de oogst geweest. Toen waren ze nog wat kleiner, was het begin van het seizoen. Nu is de teelt groot, zijn mooie knollen. Dus die kan je ook weer gaan oogsten deze week. Nou, sta je naast de aardbeien. Nou, vorige week dus zeiden we al van je kan er een paar meenemen om te snacken. Maar al die groene bossen die eronder hingen beginnen nu rood te worden. Dus je kan je wat meer van oogsten. Ongeveer een klein bakje per abonnement. En zoek vooral de knalrode aardbeien. Want als jullie ze niet eten, dan gaan de vogels dat doen. Dus neem lekker kinderen mee als je die hebt. En zoek vooral naar de mooie knalrode aardbeien. En vergeet ze ook niet lekker te proeven op de tuin. Ja, en als laatste wat handig is om te weten is dat we ook een wastafel op de tuin hebben. Dus met name handig voor wortelknollen, zoals bieten. Als je even wat aarde eraf wil spoelen, kan het hier. Leg je ze er gewoon op. Je kan deze spuit gebruiken. Er zit een rode knop. Die hendel draai je gewoon om. En dan spreekt het voor zich. Dit was de video voor deze week. Dus we zien jullie weer op de tuin. Doeg!